Tegenstander Leones komt uit Beneden-Leeuwen. En voor deze in 1929 opgerichte club speelde ooit Anton Jansen, die later via NEC en Fortuna Sittard bij PSV terechtkwam. Met PSV veroverde hij in 1988 de Europa Cup 1 en hij scoorde de beslissende strafschop. Dat was toen. En nu staat Leones op de 9e plaats met de 25 punten uit de 20 wedstrijden. Winterswijk staat vierde met 10 punten meer. De uitwedstrijd werd door FC Winterswijk verloren met 0 tegen 1. Kijkt u nu naar de samenvatting met commentaar van Peter van der Wel. De aftrap door FC Winterswijk. Leuk signaal liet heel eventjes op zich wachten. Maar we voetballen. Met Redeker aan de linkerkant hier voor FC Winterswijk. Die komt daar toch nog aardig uit. Die krijgt een vrije trap mee. Die draait goed in. Leuring. Zo, het is gelijk 1-0. Nog geen 5 minuten onderweg en Winterswijk staat al op voorsprong. Leuring mag daar vrij inlopen. En knalt die bal in het dak van het doel. Hier. Prima gedaan. 1-0. Redeker die het nog een keer probeert hier. En de doelman die hem niet klem vast heeft. En dit zou toch een strafschop moeten zijn volgens mij. Ja, zeker. De doelman die Redeker gewoon in de 16 neerlegt. Die bal had op de stip gemoeten. Maar het gebeurt niet, dus het blijft gewoon 1 tegen 0. Met Leones hier, misschien met een mogelijkheid. Oeh, zo op de paal. Daar komt Winterswijk goed weg. Lammers gaat nog wel naar de goede hoek. De vervanger van Niels Jansen, die 2 weken geleden geblesseerd raakte. Leones die toch de druk wat opvoert nu even. Nou, het is toch weer de beste mogelijkheid. Die bal die wordt niet helemaal goed gecontroleerd. Dan komt Winterswijk toch goed weg. Redeker zet die bal voor en dan wordt hij losgelaten. Maar Verwij die hem dan toch klein vast in de hand heeft. ...1-0 dus de ruststand. Met Leones hier en weer een goede stop van de doelman aan de kant van Winterswijk. De bal wat paniekerig geruimd. De hoekschop dan voor Leones die toch weer een rare stuit heeft die bal. Er toch wel wat mogelijkheden zijn. En hier wordt de gelijkmaker dan gemaakt. Dat is de naam van de man die de 1-1 op het bord zet. Nou, dat gok je toch wel. Met Timothy Ginati dan aan de bal. De achterlijn op en die sleept er een hoekschop uit. Die bal, ja, die gaat eigenlijk helemaal naar de andere kant toe. En Sessing komt dan niet langs de tegenstander. Leones dan, die het nog maar eens proberen. Met Kooijmans hier achter de bal. Goeie voorzet, maar kan weggewerkt worden. Nou ja, half zullen we maar zeggen, maar dan toch het schot hier. Maar de doelman zit er toch bij. Winterswijk dan hier die bal goed voor gebracht. Dan blijft hij liggen. Dan de poeier van Chamon zeg. Binnenkant paal. 2-1 Winterswijk. Snoeier ingeschoten. De keeper. Die hem eigenlijk niet aan ziet komen. Want te laat reageert op dat schot. Vrije bal hier van, nou, de doelman die toch even daar zich misschien een beetje op verkijkt. Misschien de zon wat in de ogen had. Maar het loopt goed af. Maar nog een keer het schot en het is weer Lammers die hem goed vast heeft. Twinkel dan. Twinkel gaat de 16 in. En, nou, dat gebeurt volgens mij toch niet zo heel veel. Maar hij legt hem wel op de stip, de scheidsrechter. En een rode kaart ook nog. Dat is een goed makertje voor de actie op Redeker die de strafschop niet kreeg. Nou, hier krijgt Winterswijk dan wel de strafschop. En Genaat die dan
die strafschop erin knalt. En dan is het 3-1. Dan is de wedstrijd gespeeld. Winterswijk doet dus goede zaken tegen Leones. Het uitduel werd nog verloren met 1-0, maar hier staat de 3-1 op het scorebord. Winterswijk wint. En omdat de concurrentie verliest, gaat het toch weer een stapje omhoog in deze tweede klasse. Winterswijk komt op de derde plek terecht. En doet het de laatste weken natuurlijk heel erg goed. 3-1, de eindstand.